Hallo kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom op deze maandag. Oh nee! Ik zat mijn filmpjes op te nemen voor morgen, maar het is vrijdag. En oh, net is helemaal geen vrijdag. Maar ik doe nu net met het maken van filmpjes of het vrijdag is voor zaterdag. Maakt niet uit ook, we hebben een filmpje. Hoi, welkom op maandag. Het was vandaag dus donderdag. Een van de ongemakkelijkste donderdag. Nee, het was eigenlijk ook niet ongemakkelijk. Ik had vandaag mijn Frans presentatie. Nou, denk je, hey Robin, is dat zo? Had jij een Frans presentatie? Ja, ik had een Frans presentatie. Over het algemeen. Niet zo erg. Het is gewoon een Frans presentatie. Ja. Het klinkt makkelijk. Nou ja, voor sommigen. Voor veel zal het ook klinken als, oh, moet dat ooit? Nou, alleen als je Frans kiest, maar moet dat ooit? Oh, wat erg. Het was erg, ja. het was veel te kort. Mijn onderwerp was vloggen. Verrassing. Kijk, natuurlijk, het moet wel iets te maken hebben met YouTube. Dat klopt, maar ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Het was een beetje awkward. Awkward. Oh my god, awkward. ik weet niet. Niet voor herhaling vatbaar. Het zal wel moeten, want volgend jaar is het natuurlijk echt streng voor punt. Zo'n presentatie. Maar het is niet mijn sterkste punt. Weet je wat is? Ik wil Frans. Dat heb ik gekozen. Frans wil ik leren. Omdat ik het handig vind om te begrijpen wat er staat of wat er gezegd wordt als er iemand Frans praat. Ik hoef echt niet Frans te kunnen spreken. Het is altijd handig, maar daar doe ik het niet voor. Het is altijd handig als je met mensen gewoon Frans kan praten die zelf Frans zijn. Maar waar het mij om gaat is dat ik filmpjes kan kijken bijvoorbeeld. En dat ik dan weet wat er allemaal gezegd wordt. Dat is waar het mij om gaat. Maar ja, presentatie moet je zelf praten en het ging wat lastiger dan ik hoopte. Natuurlijk, het ging makkelijker dan ik verwachtte, maar het ging lastiger dan ik hoopte. Ik weet niet of ik min of meer een uitleg kan geven. Vast wel. Dus het ging over vloggen. En ik had voorbereid, natuurlijk had voorbereid. Ik had voor de vakantie zelfs al voorbereid. Gewoon in mijn schrift, in het Nederlands. Mijn plan was, ik maak de spreekbeurt in het Nederlands. Tot ik denk, oh, dat is wel goed. En dan vertaal ik het allemaal naar het Frans. Het plan was leuk. De uitvoering was minder. Uiteindelijk had ik een half A4'tje met wat ik wou zeggen. En nog best groot lettertype. Ik weet het niet, man. Weet je wat? Laat ik er gewoon over zijn. Nee, want nu is iedereen benieuwd. Terecht. Het ging. Maar ook weer niet. Even denken. Wachten voordat ik verder vertel over wat ik nog wil doen hier. Ik heb nu dit. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Details. Ik ga gewoon even in de randomizer kijken. Dus voordat ik dan verder ga kletsen. Ga ik eerst even slapen. Boah. Weet je wat? Ik maak een bed. En dat zet ik ergens neer. Ik ben beu om telkens er naartoe te lopen. Het is echt warm vandaag. Ik vind het stom als het koud is, maar zo warm als vandaag vind ik ook weer een beetje irritant. Het is wel leuk hoor. Allemaal positiviteit. Maar ik vind het zo stom. Alles plakt en zweet en oh. Het is niet waar ik van hou. Om het maar zo te zeggen. Bed kan. Waar zullen we het bed doen? Hier zo. Vind ik wel een leuke plek. Ik weet niet, het is warm en plakt. Ik word er zo suf van. Of zo futloos. Ik heb eigenlijk geen zin om dingen te gaan doen als het zo warm is. Ik krijg gewoon binnen zitten waar het cool is. En dan, zo iemand ben ik. Er zijn mensen die er echt op kicken. Of gewoon van genieten bedoel ik. Als ze gewoon buiten in de zon zitten. In ieder geval, mijn presentatie. Om daarop terug te komen. De randomizer. Doen we dat eventjes heel snel voordat we nog verder gaan. Oké. We pakken twee papiertjes en als ik het lastig vind, dan pakken we er een derde bij. Dropper 9, papier 4. Deodorant! Oké. Deodorant. Oké, dan hebben we de volgende.
Dropper 5, papier 1. Hadden die niet alles gehad? Ik weet het niet. Zwembroek. Deodorant, zwembroek. Dat moet lukken. Ik wil er nog één iets bij, eventueel. Dropper 1, papier 8. Voor als het handiger maakt. Bisschop. Nee. Nee, ik weet niet eens hoe ik een bisschop moet bouwen. Nou, dat wordt een zwembroek. Met deodorant. Nou, het was allemaal veel te kort. Ik heb als trucje, want om zo min mogelijk Frans te doen. En dat, ik viel ermee door de mand. Maar dat maakt het ook niet uit. Het is gewoon een trucje. Heb ik gewoon heel veel Nederlandse namen gedaan. Van BN'ers. En gewoon bekende vloggers natuurlijk. Dat had ze door. Helaas. Maar het is ook niet erg. Het is ook best wel doorzichtig. Trucje. Kan ik quartz gebruiken? Ik ga quartz minen. Heb ik fortune? Ja. Ja. Ik heb maar... ik heb het in de livestream ook geoefend. Gisteren livestreamde ik iMine. Elke woensdagavond, dat je het weet. Soms doe ik wat anders. Tot nu toe nog niet gebeurd, maar... kan gebeuren, hè? Dat ik eens wat anders doe. En ik had geoefend... toen ging het alleen als ik echt heel overdreven ging praten. Vandaag kon ik mezelf inhouden. En lukte het evengoed wel min of meer. Ik weet niet, iedereen vindt het moeilijk daar. Dus dat is wel een beetje om te kalmeren. Iedereen denkt op het begin van... oh kak, ik kan het niet. Ik ga voor schut staan, ik schreef kwarts. Oh ja, wel een beetje. Maar iedereen gaat voor schut staan. Tenminste, niet echt. Iedereen vindt het moeilijk en daarom sta je niet voor schut. Het is niet, het is geen verrassing als je er niks van kan. Zeg maar. Maar toch zijn er mensen die het wel goed kunnen. Daar niet van. Maar ik hoorde er niet bij. En dan gaat het niet om het presenteren. Echt puur het Frans ging gewoon lastig. Ik vind presenteren gewoon leuk. Ik vind het leuk voor de klas staan en zo, dus niks mis mee. Maar weet je wat is met het voor de klas staan? Kan ik laten zien, wat meer laten zien, hoe open ik echt ben of zo. Nou wordt het opeens heel filosofisch. Weet je wat is, als ik in een met een grote groep mensen zit, of met mensen die ik niet vaak spreek, dan ben ik niet heel spraakzaam zelf. Dat is natuurlijk anders. Ik ben best wel spraakzaam in deze 10 minuten. Maar voor de rest... altijd als ik met iemand zit die dan... of gewoon praten met iemand die ik nog niet lang ken... dan vind ik het op een of andere manier altijd lastig om een leuk gesprek aan te kaarten. En ik doe altijd mijn best, maar het is ook op een manier geforceerd. Maar ik heb dan vrienden die ik al jaren ken. Maar daar kan ik echt makkelijk mee lullen over van alles. Ik heb ook altijd, ik wil mensen niet lastig vallen, of lastig zijn voor mensen, ergeren, of zo. Altijd als ik doorheb, oh, iemand heeft last van mij, dan ga ik in mijn best doen om daar iets aan te doen. Dus als ik heb een best een aparte manier van omgaan met mensen. Ik vind het gewoon leuk om random opeens te zeggen in een gesprek, ik haat jou zo, hè. En dan gewoon weer verder te gaan met het gesprek. Dat is gewoon waar ik van geniet. In gesprekken. Maar ja, dat, daar moet je ook gewoon iemand voor hebben met dezelfde humor. Maar er zijn weinig mensen met die humor. Of als je het humor kan noemen. Gewoon met die stijl van doen. Als ikzelf. Dus dat is lastig. Als ik dan met iemand praat, waar ik niet vaak mee praat, dan word ik heel saai. Maar ja, weet je wat het is? Ik geef daar wel om. Maar ik vind het niet heel erg. En daarom vind ik, zeg maar, leuk om presentaties te doen. Daar kan ik... dat is geen gesprek, snap je? Dat is gewoon... wow, engigheid. Daar kan ik gewoon praten en doen als mezelf. En ik vind mezelf heel leuk. Ik schaam me niet voor mezelf. Ja, helemaal niet. Maar daarom... vind ik die presentatie leuk, omdat ik dan kan zien van... oh, help. Oh. Van, zo ben ik echt. En ik kan best gezellig zijn, snap je? Er was ook een... CKV-dag. Was het, pas geleden. 19 april was dat volgens mij. En dat was dus gewoon een dag met culturele activiteiten... waar je aan mee kon doen. Je kon jezelf opgeven. En dat was... ik deed mee aan theatersport. Want je had verschillende categorieën. En...
daar was ik echt in mijn element. Ik vind theatersport echt leuk. Improviseren, dat vind ik leuk. En daar waren dus mensen die daaraan meededen. Er waren een paar mensen die mij dus over het algemeen minder aardig vinden dan andere mensen. Nee, dat is ook wel... Oh, dat is ook weer veel gezegd. Ze vinden me gewoon aardig, maar ik weet niet graag met me praten of zo. Ik weet het niet. Ik weet echt niet hoe ik dit moet uitleggen. Er zijn mensen die... niet erg zouden vinden als ik niet in hun leven zou zijn. Dat is het. Die daar eigenlijk niks om zouden geven. Dat is best een goede uitleg. Ik weet ook niet of het zo is, maar zo komt het altijd over bij mij. Maar dat is dus omdat ik bij die mensen vaak niet helemaal mezelf kan zijn. Gekkigheid, omdat ik ze niet wil lastigvallen met de gekke humor van mij. Maar ik weet niet, op een manier als ik dan bij bijvoorbeeld dat theatersport... was dat gewoon die gekke humor van mij. Dus ik vond het gewoon allemaal grappig. En dat zijn die dingen die dan mij in de maatschappij genaamd... heeft geen naam... hooghoudt. Ik snap echt niet wat ik aan het uitleggen ben. Maar anders blijven mensen denken dat ik saai ben. En ik weet niet. Misschien moet ik er ook gewoon eens een filmpje over maken. Maar de enige mensen die dat dan zouden zien zijn mensen die al weten... min of meer wie ik ben. Ja... ik weet niet. Ik zit ook... er is dus iemand. En daar kan ik het ook gewoon goed mee vinden. En daar ga ik 's ochtends dan vaak bij aan tafel zitten in de aula. Vaak omdat er nog iemand anders is. En ik zit er gewoon graag bij, want het is gezellig. Maar ik weet nooit wat ik zo moet zeggen. En als ik dan alleen met haar zit... dan kunnen we gewoon goed praten. Maar dan... hoe lang... want wij zijn allebei best wel vroeg op school altijd. Maar dan hoe langer we daar zitten, hoe meer mensen er komen... en hoe meer ik wegval, ik neem niet vaak het woord in grote groepen, dat is het. Als ik met twee praat en dan voornamelijk iemand die ik gewoon goed ken en weet wat zijn interesses zijn. En zijn humor. Dan kan ik best gewoon praten en zo. Maar in een grote groep val ik snel weg naar achter. Dat zul je vast ook merken als we bijvoorbeeld iMine, als we dat opnemen. Met Beer en met een gewone grote groep. Dan... zeg ik niet vaak iets. Maar als we dan vervolgens verder gaan, of ik doe gewoon samen met iemand anders, dan zeg ik wel veel vaker iets. Gewoon, ja, omdat ik meer de kans krijg. Ik laat mensen heel vaak uitpraten. En daar is niks mis mee, dat is juist opvoeding ook. Maar je komt niet vaak aan het woord van in grote groepen. En dan val je een beetje weg. Dat vind ik wel jammer. We gaan weer naar huis. Ik heb wel genoeg quartz voor nu. Even deze nog mee. Even snel. Waar moet ik heen? Loop ik goed? Ik hoop dat ik goed loop. Past wel, hè? Ik ga gewoon onderweg wat random quartz meenemen als ik daar zin in heb. En dat is mijn verhaal voor jullie. We gaan nog niet beginnen met de zwembroek. We zijn nog een beetje materiaal aan het verzamelen. Maar we hebben iets te doen. En dat is het leuke. Zwembroek met deodorant. Het is zo vaag. Nou ja. Dus... bedankt voor het kijken. Tot ziens. En laat in de reacties weten. Laat in de reacties weten hoe vaak jij jezelf bent. Het is een hele gekke vraag, maar ik ben benieuwd of ik de enige ben met het. Of je iets herkent van wat ik te zeggen had. Joejoe, doei.